Hallo allemaal, Lars Daniels hier van Perswijn. Om even bij te praten over de panelproeverij van afgelopen dinsdagavond. Er stond een thema op tafel dat mij na aan het hart gaat. Droge Duitse Riesling. Uh, riesling, een van de mooiste witte druiven ter wereld, uh, kan ik uh, vol overtuiging zeggen. Um, droge wijnen in Duitsland, uh, dat is toch wel een apart verhaal. Um, droge, du wijnen, droge Duitse wijnen... Dat betekent uh, uh, in principe 9 gram restsuiker per liter maximaal. Tenzij er zoveel zuur in zit, dan mag het ietsje, ietsje hoger zijn. Um, er worden steeds meer uh, droge wijnen in Duitsland gemaakt. Uh, een jaar of tien geleden lag dat percentage bij 38%. En uh, tegenwoordig is dat bijna de helft, 48% van uh, alle wijn die gedeclareerd wordt, geproduceerd wordt, is, uh, is droog tegenwoordig. Dus die valt in die categorie onder de 9 gram restsuiker. Um, en dat is, uh, dat is denk ik heel belangrijk. Uh, dat is echt een, uh, een, uh, een goede zaak voor Duitsland dat ze steeds meer droge wijnen gaan maken. Het is niet alleen zaak om meer droge wijnen te maken, maar het is ook heel belangrijk voor Duitsland om er meer geld voor te kunnen vragen. He, dus ook dat er een waardestijging uh, uh, plaatsvindt. Uh, in de top 10 van duurste witte wijnen ter wereld van vorig jaar, volgens mij, van Wine Searcher. Stonden maar liefst vier Duitse wijnen, maar het waren allemaal trokkenberen en Auslezers. Dus edelzoete uh, Rieslings in dit geval. Um, en, um, en daarnaast de zes witte begonjes, gewoon droge wijnen. Dus uh, het is echt belangrijk dat Duitsland ook in de, in de categorie droge wijnen um, uh, wat, wat, wat serieuzer gaat worden genomen. En op bepaalde cultwijnen, zoals g uh, van uh, van Kellana, um, is, uh, is dat nog niet helemaal het geval. Dat betekent ook dat je voor uh, relatief. Uh, uh, Goed geld, uh, hele goede kwaliteit kunt krijgen. En die stond hier ook uh, 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 dinsdagavond op tafel. Um, de prijzen, als je dat gaat kijken van de Grand Cru's bijvoorbeeld. Hè, de droge uh, uh, Grand Cru's van Riesling in, in Duitsland. De droge, groze gewekse. Ligt nu gemiddeld op 34 euro. Dat zijn de prijzen voor consumenten in Duitsland hoor. Dus in Nederland zal dat ietsje hoger liggen. Um, dat was uh, een jaar of uh, zeven geleden nog 27 euro. Dus ook daar zit er wel een, een stijging in. En dat is de, denk ik heel goed voor, uh, voor Duitse wijn. Um, GG's, dus Grosselknechts, stonden er gisteravond strikt genomen niet op tafel. Wel een heleboel uh, keur aan wijnen. Uh, van, uh, van Riesling, van Niveaus, vlak daaronder. En uh, soms ook uh, Lagenwijn, dus, dus individuele wijngaardwijnen van, van producenten die geen lid zijn van de VDP. Maar wel degelijk uh, supergoeie wijnen kunnen maken natuurlijk. We hadden vier regio's uh, op tafel staan. Uh, wijnen uit de Mosel en de Rijngau, dat was de eerste serie. En in de tweede serie valt tegenover Rijnhessen. Ontzettend interessant om eens even met elkaar te vergelijken. He, van, van het ene eind van het spectrum eigenlijk Mosel, een gebied dat van oudsher uh, beroemder is natuurlijk om zijn zoete wijnen, onze zoete Rieslings, uh, maar steeds betere droge, droge, Rieslings maakt die heel verfijnd en elegant blijven, heel Mosellanisch, uh, gelukkig maar. En aan de andere kant uh, van het spectrum, uh, Rijn-Hessen, uh, een van de gebieden die de beste droge, echt droge Rieslings van, uh, van Duitsland maakt de laatste 10-20 jaar, uh, wijnen met 3, 2 uh, gram rest suiker nog maar en, uh, en die, die, op, op die, op, op die uh, um, droogte toch alle, alle charme en, en klassen van, van Riesling kunnen laten zien. Zo, um, ik heb er een aantal wijnen natuurlijk weer uitgehaald. Eén uh, wijn uit de Mosel wil ik uh, eventjes uh, uh, laten zien, extra laten zien. Die wijn uh, komt van Clemens Busch. Clemens Busch uh, zit in Punderich, is één van de producenten die uh, al heel lang goede drogere uh, Rieslings maakt. Uh, deze is echt, dit is een van zijn basiswijnen. Vom Roten uh, heet deze wijn. Punderig is een van de dorpen waar een beetje uh, vulkanisme aan de, aan de moezel is gekomen. En dat heeft de, het lijfsteen nogal rood gekleurd. Er uh, zit veel ijzeroxide in de bodem. Deze wijn wordt uh, verkocht door Legine Reukel 17,90 uh, euro. 90. En is echt een fantastische, fantastische droge riesling van de, van de moezel, Exemplarisch, uh, denk ik. Dan naar de Rijngau, twee wijnen eruit gehaald. Uh, laat ik even beginnen met de, de wijn van kwastwijnkopers. Uh, dat is, die komt van Wijngoed Prins, een wijngoed wat de laatste jaren echt bij de top is gaan horen in de, in de Rijngau. Deze wijn uh, komt uit Halgarten. Dat is een dorp wat, laten we zeggen, tussen het Rijngauw en de Rijn in ligt, halverwege de Helling. Uh, Lus-leenbodems met, uh, met veel stenen ook. En um, de Fruaanberg is de, is de wijngaard waar dit vandaan komt. Prachtige wijn, behoorlijk krachtig, vrij rond, maar ook uh, elegant. Uh, de andere wijn komt van de Rudesheimerberg, uh, die ik wil laten zien uh, van Winegood Lights, een van de topproducenten van de Rijngau. De Rudesheimerberg ligt helemaal in het westen, daar waar het Rijngaugebirge echt pal aan de Rijn komt. Dus hele steile hellingen, veel leisteen, veel kwartsiet. En uh, een van de mooie stukken is, uh, uh, is de Schlossberg. Uh, deze wijn van, uh, van Lights van, uh, van, is een selectie van de hele Rudesheimer berg en heet Magic Mountain. Uh, de Magische Berg wordt verkocht door Harry uh, door Bloem voor slechts 12,95 Dat is een geweldige prijs voor deze kwaliteit. Dan door naar uh, de tweede serie. Uh, waar zaten we dan? Dan gaan we naar de Pfalz. Uh, de laatste wijn vonden wij denk ik de, de mooiste wijn, de meest overtuigende wijn van wijngoed Ziener in, uh, in Birkweiler. En dit komt uit de wijngaard Kastanienboes. Kastanienboes is een hele beroemde wijngaard, mede ook uh, beroemd gemaakt door een andere producent, Reepholtz. Uh, het gesteente daar bestaat uit ro zogenaamd roodliegen, dus zeer uh, rooie, fijn verweerde leisteen eigenlijk met veel klei ook erin. En het gedeelte waar uh, de meeste lijstenen erin zit, uh, die noemt hij, dat noemt hij schiefer uh, riesling kastanië Een geweldige wijn. Uh, niveau, goed geweks uh, Van uh, AW-wijn voor 25 euro. Geweldige koop. Tot slot twee wijnen uit, uh, uit Rijn-Hessen. Uh, de eerste wijn van uh, een van de beste producenten, denk ik samen met Klaus-Peter Keller en Daniel Wagner. Dat soort mensen. Uh, Philip Witman. Uit Westhoven. Dit is zijn basis-Riesling, zijn Goetz-Riesling-trokken. Ongelooflijk elegant. 2018 al, uh, geïmporteerd op Palace Wines tegenwoordig. Uh, ontzettend uh, zuiver en elegant en, en bijna speels. Uh, uh, heerlijk om uh, uh, in het voorjaar, in deze zomer te gaan drinken. En dan. Uh, Ten slotte een, een wijn van uh, het, het wijngoed Geil, natuurlijk altijd een leuke naam voor Nederlanders, Johan Geil Erben. Um, deze komt uit Bechtheim en um, van de mooiste wijngaard van Bechtheim, de Geijersberg. De Geijersberg uh, is, uh, is een wijngaard met, uh, met veel kalksteen in de bodem, een klein beetje lus bovenop, geeft, omdat het ook in het warm gebied van Rijnessen ligt, enorme krachtige rieslings. Ja, dit is echt een powerhouse en uh, dat uh, zal iedereen overtuigen zo'n wijn. Uh, Verkocht door Hans Molenaar uh, voor 20,50 euro. Ook een geweldige prijs voor dit niveau. Al met al. Bleek eigenlijk weer, wat, uh, wat ik natuurlijk al een tijdje, tijdje uh, weet, en, maar, maar ook de anderen vinden dat, uh, dat, dat Riesling gewoon fantastische wijnen geeft. Het is een geweldige druif met, uh, met niet alleen hele mooie zuren, dus frisheid, maar ook uh, wijnen met heel veel extract. En dat, dat maakt ze eigenlijk heel smaakvol op alcoholniveaus van, van, van 11,5, 12 12,5 hooguit. Uh, meer heb je echt niet nodig bij Riesling. Geniet ervan.